Vanuit Turkije zeggen ze dat Nederland niet met democratische principes moet aankomen. Waarom niet? Omdat ze een eenmanspartij zonder democratische structuur de gelegenheid geven mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, gek eigenlijk. En hem zo in staat stellen de zaken in Nederland naar zijn hand te zetten. Ja, heel eigenaardig. Hebben ze in Turkije een punt? Helaas wel.